Ten eerste Gideon, hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja, gaat het eigenlijk wel goed. Ik heb net gespeeld hier, in de zaal daar eigenlijk. En ja, dat was super leuk. En het was een beetje spannend, want nou ja, op zich mensen die wel eerder mijn muziek hadden gespeeld, maar nog niet exact in deze samenstelling. Namelijk met twee Amerikaanse muzikanten met wie ik mijn vorige plaat heb gemaakt, die zeg maar in mijn Amerikaanse band zitten. En twee mensen van hier die een beetje in mijn Nederlandse groep spelen. En dat is dan nu gemixt. En dat werkte eigenlijk ja, dat werkte wel goed. Dus ik ben er zelf heel blij mee en volgens mij vond het publiek het ook heel leuk. En daar word ik wel blij van natuurlijk. Had je verwachtingen voor de show? Even zien, laat ik zo zeggen. Het was raar geweest als het een soort fiasco was geworden, want iedereen in deze formatie die kent gewoon die muziek goed. Mm-hmm. Dus het was absoluut geen ramp geworden, maar ik heb wel een beetje geleerd om als het ware niet al te hoog gespannen verwachtingen te hebben. Dat je gewoon eigenlijk niet weet hoe het gaat. Ja. En er valt geen pijl op te trekken. Ik heb onder de meest erbarmelijke omstandigheden met mensen die ik niet kende, voor mijn gevoel, heel goede muziek gemaakt. En onder ideale omstandigheden wel eens echt ja, dat het dan nergens over gaat, voor je gevoel. Dus je weet het niet. Dus ik had nu zoiets van, ik ben heel blij dat ik hier weer mag staan. En dat was de insteek, gewoon ja, kijken wat er gebeurt. En dan soms valt het tegen, soms valt het heel erg mee, zoals nu. Ja. En hoe is het dan zo gekomen dat de samenstelling nu deels Amerikaans bent, deels je Nederlands bent? Hoe dat gekomen is? Ja. Laat ik zeggen, je bent een beetje op een bepaalde manier, zeg maar de middelen zijn beperkt. Dus North Sea Jazz kon niet de hele band overvliegen. Dus dan moest ik een beetje in schiften. En ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om de mensen met wie ik al het langst werk. Dus eigenlijk de bassist Rick Rosado en Lucas Pino, de blazer, die speelt tenor en basklarinet, om die uit te nodigen. Want ja, wij zijn ook samen in New York hebben wij samen gestudeerd, letterlijk in dezelfde klas gezeten en daar jarenlang op dezelfde school rondgelopen en vanaf toen heel veel muziek met elkaar gemaakt. En daarnaast Lilian, Jera, die zingt en Jamie Pate heeft gedrumd en die, nou ja, die doen met z'n tweeën voor niemand onder. Hè? Dus op die manier was het soort van ook een van de verschillende optimale situaties die je kan voorstellen. Want het was echt, ze hebben die muziek denk ik allemaal hartstikke goed gespeeld. Ja. En je noemt al je studie in Amerika ook. En ik wil nog even ietsje verder terug. Ja? Weet je nog wat je aanzette om piano te gaan spelen? Wat mijn aanzet om piano te spelen? Nou, sowieso, piano spelen op zich, dat was niet echt mijn keus. Ik ben ooit op piano les gezet door mijn ouders, zoals dat dan gaat. En er is op een gegeven moment wel een bewuste omslag, er is een omslag geweest in dat ik als het ware mezelf ook kwijt ben gaan kunnen in dat instrument. Wanneer was dat moment? Nou, dat hangt echt specifiek op een bepaalde plaat die mijn vader me cadeau heeft gedaan van Bill Evans. En Bill Evans kende ik daarvoor niet zo bewust. En die heeft zo'n eigen benadering van het instrument, zo poëtisch, zo stemmig, melancholisch ook, hè. Bill Evans is waanzinnig emotionele muziek eigenlijk. En dat alles met zo'n piano die, nou ja, veel minder makkelijk vond ik vroeger altijd uiting kan geven op een beetje wat primaire manier aan emoties. Hè? Piano is altijd, je moet meerdere noten tegelijk spelen en hè, bijvoorbeeld je kan niet gewoon heel hoog en keihard zoals op een sax of een trompet of gewoon een bepaald oerritme zoals op de drums. Dat is op piano toch wat anders, maar nadat ik Bill Evans heb leren kennen heb ik een soort van die stem, daar kon ik me wel in herkennen en daar ben ik op verder gegaan.
Dus vanaf toen had ik zoiets van, piano spelen, improviseren op de piano, dat is iets wat mij wel degelijk aanspreekt. Dus dan moet je dan toch een beetje toe worden aangezet door zoiets, door zo'n invloed. Want daarvoor had ik echt heel weinig met dat instrument. Dus daarvoor was het een beetje van, ja, mijn ouders die hebben me op les gezet en het is allemaal leuk, maar... Daarvoor was ik vooral gefrustreerd door alles wat je niet kon met de piano. Hè, je kan geen noten buigen, je kan geen noten aanhouden, je kan... Zeker als je begint met spelen, dat is ellende, want dan zit je in vaak ruimtes met slechte versterking. Nou, dan ben je niet te horen. Ja, ja. En de drummer altijd wel. Dus dat is een eeuwige frustratie dan. En daarna, na Bill Evans, na dat leren kennen, kon ik wat meer me richten op wat je vooral wel kan doen met zo'n instrument. En dat is typisch Bill Evans. Maximaal gebruik maken van wat je kan met die piano. Wat was voor jou op dat moment dan de volgende stap? Was je toen al bezig met je eigen muziek componeren? Nee hoor. Nee, dat was... ik was toen... Ik weet niet precies... Ik denk een jaar of 14 of zoiets. 15. En ik was toen nog niet veel bezig met muziek schrijven hoor. Nee. Dat is pas later gekomen. Ik was bezig met piano, maar op die manier niet heel serieus en ook niet voornemens om daar mijn carrière van te maken. En ik ben toen een keertje uitgenodigd. Je kon een stuk inzenden naar Henk Meutgeert, die toen nog de dirigent was van het jazzorkest van het Concertgebouw. Het was een soort project en dan kon je een liedje opsturen en als ze dat leuk vonden, dan ging hij dat arrangeren voor de big band. En mijn zus die maakte me daar op attent. Die stuurde dat door en zei, hey, dat moet jij doen. Dus heb ik echt op een cassettebandje heb ik een liedje opgenomen. En dat ingestuurd, tijd niks van gehoord. Toen opeens kreeg ik die uitnodiging of ik echt ook 2 dagen daarna of zo naar Amsterdam kon komen. Want dan was het concert. Opeens. Zo, oké. Okay. En dat was fantastisch. En toen de hele who is who van de Nederlandse jazz... Zit en zat in dat orkest. Jesse van Ruller, Benjamin Herman, Martijn Vink drumde toen nog, Frans Vergees speelde bas. Ik kende al die lui, een beetje van naam wel, maar daar zat ik opeens mee op het podium. Ja. En dat was opeens alsof je gaat vliegen als je nog nooit echt met mensen hebt gespeeld. Want toen, dat was in die periode, ik speelde niet samen met mensen, toen opeens met mensen van zo'n kaliber. Ja. En dan voel je hoe dat is. En dat was een eerste aanzet om toch serieus iets met muziek te gaan doen. Dat was zo'n positieve ervaring. Heb je dat cassettebandje nog? Ik heb die opname nog. Ja, nee, het cassettebandje niet, maar wel de opname van dat concert met de big band. Maar het originele cassettebandje niet, nee. Maar je zegt, je komt dan allemaal mensen tegen, heel inspirerend, je leert er veel van. En wanneer komt dan het punt waar je toch je eigen muziek gaat schrijven en toch denkt van, ja, maar ik wil ook mijn eigen expressie nu. Ja. Even zien. Ik denk dat vrij vroeg gekomen is. Als je precies wil weten wanneer ik mijn eigen eerste liedjes heb geschreven, dat was waarschijnlijk toen ik een jaar of... Ja, ik was een jaar of 18 denk ik. 17, 18 dat ik voor het eerst zelf dingen ben gaan schrijven. Maar ook wel ingegeven door weer andere invloeden. Wat diep indruk op mij heeft gemaakt was, ik heb Andrew Hill meerdere malen zien spelen met zijn eigen groep. Nou, en als je het wil hebben over iemand die heel eigenzinnig muziek benadert en heel eigenzinnig schrijft en ook ontzettend verhalend schrijft, dan is hij dat. En ja, als zoiets je raakt, dan is het heel logisch om dat ook te willen of het belang in te zien van zelf schrijven. Omdat je zo ontzettend je eigen identiteit daarmee een stuk beter kan benaderen. Mm-hmm. En bij hem is dat volstrekt eigen. Hè? Dat vond ik heel bijzonder. Dus dat was één invloed. Andere invloed, wat vroeger nog, was denk ik een plaat van Herbie Hancock, Gershwin's World. En dat zijn bewerkingen van stukken van Gershwin, waar hij die stukken heeft genomen, maar dat ook heel eigenzinnig heeft geïnterpreteerd. Mm-hmm. Waardoor het ook iets... Nou, Gershwin is al tamelijk kunstzinnig, maar in de handen van Herbie Hancock nog weer wat kunstzinnigers krijgt. Hè? Dus zijn wat abstracte, eigenlijk zijn abstracties van die stukken. Mm. En dat was ook wel heel mooi, dat je dus een stuk kan nemen en daar dan dat abstract kan maken. En dat
dat dan jouw versie is van dat stuk. Mm. Ook een soort hele kunstzinnige benadering eigenlijk. En dat vond ik gewoon heel mooi. Want dat is op die plaat ontzettend goed gelukt bijvoorbeeld. Mm. Dus ja, dat is waar je door beïnvloed wordt en dan wil je dat zelf doen. En je noemt deze mensen die zeg maar hun eigen zelfexpressie hebben gevonden, hun eigen stem. Was er een moment dan dat jij dacht van oké, nu heb ik iets geschreven, nu ben ik ergens mee bezig, dit is wie ik ben? Oh, ja, dat wordt steeds meer. Dus ja. Dat is gaandeweg, hè? Dus je gaat eerst dingen doen die dan wel van jou zijn, maar die dan voor een deel ook nog wel echt duidelijk geleend zijn van bepaalde invloeden. Mm. Dat kan niet anders, denk ik. Zo gaat het nou eenmaal. Dus, en ik denk dat het na gelang de tijd vordert, die stukken dichter bij je hart komen te liggen, dichter bij je gevoel. Dat is gewoon een proces. Dat heeft misschien te maken met dat je, als je ouder wordt of meer speelt, steeds meer realiseert wat jij belangrijk vindt in muziek. Mm. En dat soort dingen, ja.